vandaag is hier een feest georganiseerd. Kunt u vertellen waarom het is georganiseerd? Ja, we hebben samen met Portes en met hier in de Dame, samen ook met Aviant die hier zit, gemeente er goed aan te doen om voor de wijk wat meer activiteiten te ondernemen met elkaar. En daar helpen en ondersteunen wij bij en proberen zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact te brengen. Wat vindt u van het feest van vandaag? Gezellig, hè? Ja, moeten ze veel meer doen voor de ouderen, komen ze de deur uit en ja, dit is... Opkomst is aardig, ja. Het is de eerste keer, dus we gaan er tegenaan, hè. Waarom is er voor het multiculturele thema gekozen? Puur en alleen omdat wij, als je om je heen kijkt in de wijk van Zuilen, dan zie je zoveel culturen. Nou, waarom hier niet in microvorm? Maar ook als bewijs dat senioren echt geïnteresseerd zijn om te delen met al die culturen. Jullie hebben allebei doekjes, hoofddoekjes op. En wat voor doeken heeft u op? Hij heeft ook hoofddoek. Ja. Alleen het verschil? Ja. Wij haar de haar laten zien. Okay. Ja, helemaal bedekt. Ja, jij bent helemaal bedekt. Maar je zit wel sexy. Maar ik wil ook ik een foto. Wat ben jij dan? Oh, Marokkaanse. Oh, Marokkaan. Ja. Ik vind, zij is net een Surinaamse, vind ik jou. Ik ben Marokkaans. Ja. Maar ik ben Nederlands, hoor. Nederlands? Ja, wij ook. Ja. Wat vindt u van het thema multiculti? Alle zaken, gezamenlijk. Nou, dat vind ik, dat moet kunnen. Het is weer eens even wat anders, en toch? En die accordeonmuziek is heel leuk. Ja. Dat is al heel leuk. Bij die mevrouw met die fles mag je je bonnen halen. Even je kaartje laten zien. Wat willen jullie uiteindelijk hiermee bereiken? Wij bereiken ermee een band tussen de ouderen die elkaar dan later in het winkelcentrum tegenkomen. Die naar elkaar kunnen knikken. Ik ken u wel, ik heb u gezien daar. Of ze nou een hoofddoek hebben, of ze blond haar hebben, grijs haar, zwart haar. Wat voor kleur ze geven. Dat zij elkaar hier ontmoeten in een beschermde omgeving. En als ze op straat zijn, dat ze dat ook herkennen.